dat verhuizen naar Amerika, heeft dat invloed gehad? Dat je in één keer een hele andere omgeving hebt en misschien dat daardoor ook die samenwerking makkelijker ontstaat? Ja, absoluut. Voor mij is het deeltijds verhuizen, want ik zit pakt 50%, ja, 6 maanden per jaar in L.A., 6 maanden in België. En opnieuw, dat is nog maar sinds 2012, dus okay. Ik weet ook niet hoe dat de komende jaren op deze manier zal blijven, maar dat heeft op verschillende levels een enorme invloed gehad op mij. Ook gewoon mentaal, omdat ik mezelf heb toegelaten om af en toe op adem te komen. Iets wat ik daar vroeger niet zo goed in was. Maar ook bijvoorbeeld... Had je dit nodig? Ik had absoluut nodig. En ik zou zelfs durven zeggen, dus toen ik in 2012 naar daar ben gegaan, dat was het net op tijd, want ik was al 3 jaar non-stop bezig. Ik was een beetje, ik denk dat ik dat vorige keer verteld heb, zat op mijn tandvlees en dacht dat ik de dingen nog helder zag, maar ik begon toch wat beïnvloed te worden door de vermoeidheid en zo. En het was net op tijd, maar het is wel zo dat het echte effect van die belangrijke beslissing in mijn leven is bijna bij uitgesteld ter lijn. Dus die Silver Linings was nog ergens... is een soundtrack van ik die een nieuwe adem aan het zoeken was. Ja. En dit is de sound van ik die mijn nieuwe adem gevonden heb. Dus, en het heeft ook letterlijk te maken met de eerste... Ik was nog redelijk nieuw in die stad. Ik kende de regio wel, maar om echt... Er zijn zoveel studios, zoveel mensen. En toen... Ja, ik wilde toen geen plaat maken waarbij productie vooraan stond. En dit was nu wel... het geval van ik wilde echt en ik had gewoon ook de juiste mensen gevonden en ja, dat is fantastisch. Ik heb altijd een beetje downplayed, want mensen vonden allemaal, ze hoorden in Silver Linings altijd van, ze hoorden LA en California daarin en ja, voor een deel, maar zo'n platen worden ook gemaakt aan andere plekken ter wereld. Dus ik heb altijd toen wat geminimaliseerd van die invloed, maar deze keer kan ik wel zeggen, Modern Heart is wel klinkt hoe hij klinkt, omdat hij in een grootstad is opgenomen. Hmm. En laat een andere grootstad kunnen zijn, maar dat was voor mij wel heel duidelijk de vibe van de nachtelijke grootstedelijke trip. En dan in verschillende vormen, hè, want er zijn verschillende nummers die dat op een andere manier aanraken. Maar dat was wel de trip. En in die zin, vraag de antwoord. Ik denk dat hoefde niet per se alleen te zijn, maar een andere plek was absoluut nodig voor mij op dit moment. En de samenwerkingen dan, zoals je zegt, meerdere mensen. Wie was de eerste waar je ongeveer contact mee zocht? De eerste... met wie ik contact kreeg, was Brian Kennedy. Brian Kennedy was iemand die, toen hij begin 20 was, heeft hij mee Disturbia van Rihanna meegemaakt. En dat was zoals zijn lancering. En sindsdien heeft hij bijna op elk album van Rihanna 2-3 tracks dat hij mee... Hij is een beatmaker. Het is zo wat moeilijk uitleggen, maar als iemand die beats maakt, mede summers, hij is eigenlijk een soort van first-line producer. Okay. Dus ja, dat is iets waar ik ook nog nooit mee gewerkt had, maar het komt er eigenlijk gewoon op neer dat ik was bij hem, ik ontmoette hem, dat was een heel goede klik. En ik vertelde over mijn visie van dat ik productie wilde betrekken vanaf songwriting basis en niet pas later. Vroeger had ik gewoon allemaal songs met stem en gitaar en dan werden er andere elementen aan toegevoegd. Ik wilde mijn songschrijven laten beïnvloed worden door sounds en zo. En hij had een heel aantal beats en instrumentals liggen. Niet per se bedoeld voor iemand als mij, eerder misschien voor R&B of hip-hop. Ja. Maar ik had al een idee van dat ik door mijn akoestische gitaar erop te zetten en over te zingen, dat ik die werelden kon samenbrengen. En hij speelde me een aantal dingen voor en een aantal dingen vond ik minder, maar dan ineens hoorde ik iets heel goed en ik zeg al, deze wil ik wel eens mee verder werken. En dat was dan de song die, The Fastlane. Ik ben dan de volgende dag heb ik die zang en die tekst geschreven en 2 dagen later of 3 dagen later ben ik terug langs geweest als een soort van, kijk, wat vind je hiervan? Ik heb deze zanglijn, tekst en ja, ik heb het dan ingezongen in één take of zo, in de demo. En toen waren we gestart en toen heeft hij gezegd, misschien moeten we nog wat songs maken en misschien zou ik James Fauntleroy willen voorstellen. En dat is eigenlijk een gast, dat is misschien de allerbelangrijkste naam op dit album, want hoewel hij aan 3 nummers heeft meegewerkt, is zijn invloed groter geweest, want hij heeft mij eigenlijk een soort van nieuwe inzichten geleverd in songschrijven. En ik kan dat moeilijk uitleggen hoe, maar dat was een dus ik weet niet of James Fauntleroy is iemand die niet zo bekend is in de zin als zijn eigen naam, maar die heeft meegewerkt aan de laatste Kendrick Lamar. Hij zingt daar een friend van How Much a Dollar Cost. Met J. Cole, met Rihanna opnieuw heeft hem altijd elke plaat. Beyoncé en Justin Timberlake, hun laatste album. Volgens mij, elk nummer heeft hij mee aangewerkt.
Dus dat is echt iemand die achter de schermen een fenomenaal parcours aan het schrijven is. 30 jaar of zo is hij. Een heel goede zanger. Echt een... En dat is zo anders zijn manier van werken. Zo hard in de flow en in het moment. Dat was enorm indrukwekkend. En toen ik de eerste song dat we samen maakten was Running Blind. En door zijn manier van werken heb ik letterlijk een paar dagen later of een week later op dezelfde manier Lonely One geschreven, zonder hem. Maar gewoon op een soortzelfde manier van het moment toelaten, niet te veel overdenken en gewoon gaan voor ja, the spur of the moment. Klinkt allemaal een beetje zweverig, nee, maar... Als je nu terugkijkt dan naar eerdere albums, kwam dat wel voor dan dat je wat te veel over dingen nadacht? Ja, dat denk ik wel. Ik ben mij heel hard... Kijk, vorige albums... sowieso, in het begin is alles makkelijk. Ik weet nog, de eerste twee albums, The Bigger Picture en Coming of Age... Wel, Coming of Age schreef ik voordat You Don't Know doorgebroken was. Dus dat waren twee albums super, super makkelijk om te maken. Waarom? Ik wist van niet beter. Ik werd nog niet te veel gehinderd door ervaring of over zo, ik moet zo of zo. Dus ik deed gewoon. En ja, daar zat iets in. Zo dat naïeve zat daar heel hard in. Het moeilijkste is natuurlijk, als je op een bepaald moment begint, omdat je bent dat naïef, je begint te weten hoe dingen in elkaar zitten. Ja. En het nadeel is dat je op een moment een... En ik word even technisch, maar op een bepaald moment bereik je als songschrijver een soort van een métier, een niveau, dat alles... alles klinkt... degelijk. Ja. Je weet iets, hoe je een nummer met een kop en een staart schrijft. Je weet hoe je met goede muzikanten dat kunt opnemen. Dus dat gaat altijd een zeker niveau hebben. Maar het gevaarlijke is dat je op een bepaald moment dan... Dat je niet meer die pieken hebt van vroeger. Ja, omdat je... Oh ja, je deed plateau en dat je ergens... En dus in die zin... Ja, in die zin is het heel belangrijk om terug te... omstandigheden te creëren rond waarbij je echt gewoon kunt... dat denken uitschakelen. Ja, zo kan ik het enkel zeggen. Ja. En dat is iets wat ik al gemerkt had en nu ook met mijn eigen ogen heb kunnen zien. In R&B en hip-hop wordt veel meer dan in de gitaargenre, veel meer vertrouwen gehad in een vibe. Mm. En in echt waar. Ik heb het zelf gezien. Er wordt veel meer gewoon van, dit voelt goed, het is goed. Terwijl soms wordt er iets wat potentieel heel goed wordt, kapot geredeneerd. Ik ben nu even overdrijven tussen rock en dingen. Maar het is wel echt zo dat mij de ogen... Ik had dat al door, want ik luisterde heel veel naar dingen. Ja, en dat was mijn vraag. Hoe, je noemt al die namen waarmee ze hebben gewerkt. Rihanna, Chris Brown, Justin Timberlake. Hoe groot was jouw kennis of voorliefde voor R&B en hip-hop? Was je daarmee bezig? Maar de laatste, ik weet niet meer wanneer het begonnen is. Je moet wel weten, natuurlijk, mijn verhaal begint met een cover van 50 Cent en Justin Timberlake. Dus ik ben altijd een fan geweest van... Ik vind het moeilijk om een fan te zijn van genre, maar ik heb altijd heel veel geluisterd naar wat er gebeurde in R&B en hip-hop. Gewoon, goh ja, ik ben ook op mijn 17 heb ik een jaar in high school gedaan in de VS. Sowieso is urban... Urban is veel groter daar. Ik leerde toen muziek kennen dat zelfs bij ons niet eens in Europa haalde of de radio niet haalde. Dus ik ben er altijd mee heel van bewust geweest. Ik heb wel altijd mijn plaats gekeken. Ik coverde dat... dat was bijna een parodie, die AI Technology. Dus dat was tegelijkertijd ook wel... Ik vond dat goed, die song. Maar tegelijkertijd was dat ook wel... Ik had mijn bedenkingen bij die clichés. En dat is een beetje waar dat nummer, AI Technology, en die clip en zo... Zo die... hyper macho cultuur en zo, daar had ik altijd wel mijn bedenking mee. En dat was toen mijn... Alleen, 2008 was dat, was dat idee dat ik daarbij gooide. Ja. Maar wat er sindsdien gebeurt, is er wel een soort van renaissance in de R&B. Ik ben even... om samenvatten, maar die progressive R&B, dat er sindsdien is echt doorgebroken, dankzij Frank Ocean, dankzij Drake... en Kanye West is natuurlijk... Ik moet wel zeggen dat het wat er toen zo heel stereotyp nog was, zo gangster rap, maar dan zo met de champagne bottles en de girls in bikini. Dat sindsdien zo veel, veel boeiender is geworden, vind ik persoonlijk. En ja, er worden muzikaal ongelooflijke dingen gedaan. En aan een tempo ook. Want ik bedoel, Drake of Future bijvoorbeeld, het laatste jaar. De hoeveelheid materiaal dat die uitgebracht hebben, van een hoog niveau. En ik vind het heel boeiend. En het is wel zo dat het zeitgeist vast, dat het soms een beetje onaf is. Ik vind Rihanna en Kanye West, de laatste albums, zijn heel goed, maar die hebben daar ook een beetje. Dat ze precies van dat onvoldragen is. Ja. Maar het feit dat ik dat zo zeg en analyseer, toont misschien mijn oude... Het feit dat ik beïnvloed ben van dingen moeten altijd af zijn, maar misschien moet dat niet. Misschien is dat een fout dat we soms maken. En nu ben ik het zo precies aan het opdelen, maar het is natuurlijk niet zo. Maar in bepaalde genres wordt er gewoon te veel...
moet het altijd af zijn, maar misschien is dat, vinden mensen dat niet... Waarom vinden mensen een live versie soms zoveel beter? Dan denk ik, dat is een fout, dat is een fout. Maar dat is misschien wel menselijker. En ik denk, en daar wil ik een beetje naartoe, is van dat terug die menselijkheid toelaten. Want anders begin je zo... Ja, te veel. De perfectie kan boring zijn. Maar bon, ik vind dat wel... Mijn album klinkt wel... Ik heb wel echt heel hard gewerkt om elke klank en zo, dus ik heb geen raafvraag album gemaakt. Maar ik bedoel wel qua in de songschrijffase, en daar gaat het mij over. Over gewoon vertrouwd hebben in een feeling gevoel, en een gevoel en in bepaalde woorden. En dan niet weg te gommen en dat te proberen allemaal weg te... Gewoon, this is what it was. En dat is wel... Ja, dat is wel een rode draad. Maar eigenlijk is dat niet zo anders, want ik deed dat vroeger ook, maar ik ben op een andere manier tot datzelfde moment gekomen.